Mijn volgende gast, die staat er al. En dat is de directeur van de medische zending, de heer Herman Jinty. We hebben hem al eerder gehad in dit programma, waar wij hebben gesproken over het binnenland. We zijn 2 weken verder. Dat wil zeggen dat ook de situatie daar is veranderd. En het team van Actua, ik denk u thuis ook, wil ook weten wat er allemaal nu gaande is in het binnenland van Suriname. Meneer Herman Jinty, goedemiddag en welkom. Goedemiddag, dankjewel. Alles goed met u? Ja. Lukt wel. Alles goed? Lukt wel. Ja, met mij wel. Oké. Ja. Meneer Jinty, wat is de huidige situatie momenteel in het binnenland? Als het gaat om COVID-19, het werk. COVID-19, ja, en het werk en, dat de medische zending uitzet. Oké. Goed, we doen ons best. Ons streven is sowieso om samen met de gemeenschap te kijken hoe we het binnenland gezond kunnen houden. Hoe we ons dagelijks werk kunnen doen. En tegelijkertijd in ons gedachten hebben dat we een andere situatie hebben. Heel moeilijke opgave, maar het lukt wel. We doen ons uiterste best. Oké. Nou, hoe gaat de medische zending nu om met de situatie daar? We weten dat er al testen zijn gedaan bij bepaalde mensen. We weten ook dat er resultaten binnen zijn gekomen. De gebieden die zijn afgesloten, vooral de grensgebieden van ons. Wat doet de medische zending om dit allemaal te kunnen continueren? Dat Suriname geen COVID-19 geïnfecteerde patiënten binnenkrijgt. Oké, dus wat ik ervan kan zeggen is dat we sowieso niet alleen werken. U zegt de medische zending, maar de medische zending werkt dus heel nauw samen met de gemeenschap samen. En natuurlijk alle andere partners om datgene wat u hebt opgezomd te garanderen. Maar natuurlijk heeft het zijn eigen uitdagingen. Omdat als we samen met de gemeenschap bezig zijn, is het een gemeenschap waar de activiteiten, normaal gesproken, een beetje vrij zijn. Het is niet een gebied waar je kan zeggen van je kan het afbakenen van andere gebieden. U noemde net de grensgebieden. Voor ons is het een grensgebied, maar Gidesmadi Etandra Pesrevi is het een woongebied. Dus de mensen zien soms niet zien de uitdagingen, zien de consequenties van zich bewegen tussen twee landen, niet direct in, maar zie daar het werk van ons als medische zending, maar ook alle andere partners om mensen te informeren over de gevaren die er zijn, maar ook mensen continu in te lichten over wat speelt er zich af aan de andere kant. Nogmaals, voor ons is het een andere kant, maar voor de mensen is het geen andere kant. Het is gewoon een woongebied. Dus het is belangrijk. De medezending heeft zeker in de afgelopen weken geprobeerd om de informatievoorziening van de andere kanten te krijgen. Zodat we die informatie kunnen delen met de mensen. En naarmate je die informatie deelt met mensen, kunnen mensen besluiten nemen. Kunnen mensen keuzes maken. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk, omdat we weten dat in informatieverstrekking we niet iedereen kofferen, niet iedereen krijg je, niet iedereen luistert naar die informatie, niet iedereen krijgt die informatie. Dus je hebt een extra werk om gebruik te maken van mofokoranti, zeg maar, om de mensen te blijven informeren. Van hey, kijk, je gaat naar daar, maar heb je geluisterd naar de radio of heb je gehoord wat er gaande is? Dus het is een continue uitdaging. Kijk, het is een korte periode met een heel groot gevaar, zeg maar, voor het gebied. Dus daar hebben we wel heel veel moeten inzetten. Ik ben niet pessimistisch. Ik mis dat nou een biggie uitdaging. Maar we mogen ons geruststellen dat sowieso een aantal delen van onze gemeenschap die informatie gehad heeft. En een ander deel misschien als die de informatie nog niet gehad
hebben dat ze wel open zijn. We proberen allerlei kanalen te boren om de mensen toch wel te informeren. Maar het is een enorme inzet van het team van de medische zending samen met de gemeenschappen, onze doktoren, onze gezondheidszorgassistenten, de verschillende afdelingen die ondersteunend werken naar de mensen in het veld, om dit continu te doen. We hebben bijvoorbeeld deze week in de sfeer van evaluatie gegooid om te kijken van waar staan we nu na 3-4 weken operatie. En dan gaan we inderdaad kijken waar we moeten aanpassen, waar we moeten bijsturen om de volledige impact te hebben. Want kijk, het is een... Het gebied is indertijd afgesloten geworden, volledig afgesloten geworden. Daar moesten we sowieso op inspelen. Maar die informatie moest ook naar de gemeenschap. Wat houdt dat in? En wat willen we uiteindelijk bereiken? Want kijk, de lockdown is maar een maatregel. Maar wat willen we precies hebben? En wanneer het komt op gedragsverandering, we willen in principe gedragsverandering om het gevaar dat ons tegemoet komt een beetje te weren of te minimaliseren of zodanig te laten overkomen dat we het kunnen beheersen. Dan ben je continu met de mensen bezig. Want gedragsverandering is niet makkelijk. Het gaat niet 1, 2, 3. Nee, het gaat sowieso niet 1, 2, 3. En zeker in het binnenland, we hebben verschillende talen, we hebben verschillende groepen van mensen. U weet, het binnenland is niet makkelijk bereikbaar. Bepaalde dorpen kunnen we alleen als medezending bereiken via vluchten. Dus we moeten een vlucht charteren om naar die gemeenschap te gaan, om de gemeenschap te informeren. En dit is een nieuwe situatie, dus de uitdagingen van geld, financiën beschikbaar hebben om die acties te ondernemen, moeten we niet overschatten. Ja. Dus we doen ons best, maar we zijn blij met de ondersteuning die we ook krijgen van buiten. Het is nog niet wat het wezen moet, maar we hopen dat mensen geïnformeerd zijn en mensen weten wat er daar afspeelt. Wat zich daar afspeelt om te kunnen reageren op een juiste wijze. Ja, okay. Directeur, een van de dorpen is in quarantaine geweest. De quarantaineperiode is verstreken. Hoe zit het nu met het dorp? Het dorp is inderdaad gisteren, zondag, uit quarantaine. Het gaat. We zijn heel blij om, tenminste wat de medische kant betreft van dit dorp, om te rapporteren dat het goed gaat met de mensen. We hebben geen van de mensen gehad die symptomen hebben ontwikkeld. Okay. Ze zijn heel goed. Gisteren is de screening geweest, het medisch team is er naartoe gegaan en ze zijn gescreend geworden. Dus we zijn heel blij, echt als medische zending. Voor ons was het tegelijkertijd ook een pilot om te weten van hoe ga je om als je een dorp. En dit was toevallig een dorp dat op een eiland was. Dus een beetje makkelijker dan een dorp die aan zeg maar het vasteland zit. Pratende over de toegangen tot dit dorp. Hoe heet het dorp trouwens? Chabutabiki. Chabutabiki, ja. Yes, Chabutabiki. Ik kon even niet op de naam vallen. ja, dus Chabutabiki. Het was voor ons een pilot om een aantal dingen te checken. Hoe zou je op een juiste manier moeten reageren op een situatie als quarantaine in een dorp. We hadden ongeveer 35 tot 45 mensen in het dorp, dus het was ook behapbaar. Ja. Het was ook voor het medisch team goed dat de groep niet zo groot was, zeker als het gaat om de screening van de mensen, maar ook de interactie, want je moet met elk één individueel zitten om te kijken van wat weet de persoon, wat wil de persoon zelf. Kijken naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het dorp zelf. We weten dat de Chinese winkel in het dorp ook was gesloten. Dus er speelden ook zaken zoals mijn kostgrond. Ik wil mijn kostgrond wel bezoeken. Waar ga ik eten vinden? En dat soort dingen. NCCR kwam aan te pas. DNV kwam aan te pas. Dus het was voor ons een heel goede pilot. Ik ben blij dat het team van ons op Stoelmanseiland van waaruit de quarantaine werd gemonitord. Gemotiveerd was. Okay. Ze waren echt gemotiveerd. Ze gingen er naartoe. In principe begon het met 2 keer per dag de medische controles doen. Later bleek dat het niet meer hoefde. De infectiologen hebben bepaald van, hey, doe het maar 3 keer per week.
Dus het was een hele ervaring voor ons, een mooie pilot. Oké, u zei net een mooie pilot, maar wat is het vervolg van dit traject? Mogen de mensen nu vrij uitgaan? Mogen ze naar een ander dorp gaan als dat moet? Dus, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, kijk, als het dorp uit quarantaine is, wordt dat dorp weer een deel van het geheel. Okay. Dus de maatregelen die gelden voor het geheel, gelden ook voor dat dorp. Ja. Dus als de overheid gezegd heeft van het gebied is nu in partiële lockdown, heeft dat een aantal richtlijnen gehad, hoe zij zich moeten bewegen, dan komt het dorp gewoon automatisch in die situatie te zitten. Dus wij kunnen niet zeggen, oké, je bent nu vrij, dus doe maar, doe saiwani, je kan longopeeuw. Nee, het dorp is wat het contact geweest is met een COVID suspecte of een COVID positief geteste persoon. De quarantaine hield in, we gaan je even apart houden om te kijken van heeft dat impact gehad op jou, zeker je gezondheidstoestand, ontwikkel je verschijnselen zodat we kunnen handelen. En dat is dus niet zo gebleken. Dus vandaar dat ik zeg van ik heb geen nieuwe richtlijnen voor dat dorp. Het blijft ons verzorgingsgebied. Wij blijven de gezondheidssituatie monitoren, maar ook voor alle andere gebieden. We hebben ze de informatie meegegeven. If je ziek is, if je fieri wamtje hinder, contact ons. We hopen niet dat het een COVID-situatie wordt, maar als er een COVID-situatie zich mag voordoen in dat dorp, zijn we weer ter beschikking, zoals altijd, om de verdere begeleiding te doen. Oké. Welke impact heeft de COVID-19 situatie gehad of heeft het nog steeds voor de medische zending? In eerste instantie op onze operatie. Omdat we, zoals we eerder hebben gezegd, in het werk van de medische zending, omdat de medische zending niet alleen een polykliniek is die beschikbaar is voor de curatieve zorg. Dus dat betekent dat wanneer mensen ziek worden, dat ze bij ons komen. Maar onze sterkte zit in het preventieve. Te voorkomen dat mensen ziek worden. En in dat streven van ons hebben we niet alleen een situatie waarbij we mensen uitnodigen op onze faciliteiten. Nee, wij gaan juist naar de mensen toe. En zie daar de gevarenzone met betrekking tot COVID. Want COVID heeft gezegd, blijf thuis. Ja. Dus ook voor de medezending was dat oké, dan moeten we in onze polyklinieken blijven. Maar juist daar was er een uitdaging om toch heel voorzichtig erop uit te gaan. Want de mensen gaan niet naar je voorzieningen komen. Maar ze moeten wel die informatie hebben over het nieuwe normaal, zeg maar. Ja. Dus we hebben wat beperkingen daarin gehad in eerste instantie. Nu zijn we bezig om te kijken van hoe kunnen we toch wel onze outreach activiteiten voortgang te laten plaatsvinden. En tegelijkertijd rekening te houden met de COVID-maatregelen. Dat is in onze operatie. Financieel sowieso, omdat kijk, de COVID-situatie heeft een andere situatie gecreëerd waarbij we veel meer de gemeenschappen moeten informeren. We moeten in principe veel meer naar de gemeenschappen toe gaan. Ik noem gewoon een van onze inheemse dorpen, Alala Padu, die is alleen met het vliegtuig te bereiken. Dus wil je gaan met een stukje informatie, dan moet je er naartoe vliegen. Wil je gaan met een stukje PPE-training voor je personeel om te leren omgaan met beschermende maatregelen, dan moet je er naartoe vliegen. Dus in principe, financieel ga je veel meer moeten uitgeven in zo'n situatie. En je begroting is niet erop gerekend, want je hebt geprojecteerd, gepland om bijvoorbeeld zoveel trips per maand te doen naar dat gebied. Nu moet je veel meer gaan uitvoeren. Dus financieel voor medezending was dat een grote uitdaging. En het is nog steeds een grote uitdaging. Om te kijken van, hey, hoe kan je zaken combineren? Dat wanneer je naar een gebied gaat, dat je verschillende dingen tegelijk doet. Je bent niet tot alles in staat. Maar je probeert toch wel wanneer je naar een gebied gaat met bepaalde vlucht zoveel als mogelijk te doen. Maar met betrekking tot de operatie, met betrekking tot financiën, met betrekking tot de samenwerking met de gemeenschap zelf. Dit heeft ons veel meer dan eerder gedaan. Contact
te hebben met de gemeenschap. Het is al een deel van onze operatie, dus we doen niets zonder de gemeenschappen. Maar in de COVID-situatie hebben we gemerkt dat we de banden sterker hebben aangetrokken. Omdat de gemeenschappen nauw betrokken moeten zijn in dit hele COVID-gebeuren. Zowel het traditioneel gezag als rechtstreeks met de bevolking. Dus voor de medische zending was het, is het nog steeds een goede tijd. Oké. U heeft gesproken vooral over het financieel plaatje, dat jullie nu meer gaan uitgeven. Goed, maar toch wordt er al gesproken over een nieuw normaal. Want we gaan terug moeten naar een nieuwe situatie voor Suriname. Hoe ziet u het nieuw normaal in het binnenland? Ja, dus ik kan gedeeltelijk deze vraag beantwoorden als medische zending. Ja. Het nieuwe normaal voor het binnenland zal in principe inhouden dat we met z'n allen, en ik noem een aantal van de exponenten in het binnenland, dus het traditioneel gezag, de mensen zelf van het binnenland, alle andere groepen die in het binnenland werken, de medische zending onder andere, dat we samen moeten gaan zitten om het nieuwe normaal te gaan bepalen. Omdat nogmaals, we in het bepalen van wat het gedrag van ons zal moeten zijn in de toekomst, rekening houden met al die dingen die nu gebeuren, dat iedereen nodig is om dat te bepalen. Kijk, je kan als medische zending zeggen van, maar dit moet gebeuren. Ik noem een klein voorbeeld, handen wassen. Als we zeggen voor het binnenland van nu is het nieuwe normaal handen wassen. Het moet regelmatig gebeuren in zo'n dorp. Het moet met schoon water gebeuren. Het moet door iedereen gebeuren. Ook de schoolkinderen, maar ook de oude mevrouw daar. Ook die man die naar de kostgrond gaat. Ook de man die van jagen komt. Handen wassen moet norm zijn in het binnenland. Daar hebben we heel veel werk. Want hoe gaan we dat doen? Yeah. Hoe gaan we dat met z'n allen doen? En het verschilt van gebied tot gebied, van dorp tot dorp. In bepaalde dorpen heb je bijvoorbeeld stromend water en in bepaalde dorpen weer niet. We hebben een situatie bijvoorbeeld in het binnenland in de droge tijd. Is er helemaal bijna geen water. Dus hoe gaan we het nieuwe normaal uitvoeren in het binnenland? Dus zo makkelijk is, en ik noem maar één voorbeeld. En zo zijn er een aantal voorbeelden. Voor de gezelligheid, laat me toch maar nog één noemen. Gaat u gang. Het is normaal in het binnenland dat we, wanneer we onze mensen kwijt zijn, wanneer mensen overlijden, dat we toch wel in bepaalde gebieden de lijken voor een periode met ons hebben. Yeah. In het dorp. Dat betekent dat er een aantal rituelen, aantal gewoontes, tradities moeten worden uitgevoerd. En het is normaal dat hoe meer mensen je hebt op je activiteit als overledene, maar ook, het is ook een teken voor de familie, dat het geeft een bepaalde indruk van hoe belangrijk de persoon geweest is in de familie, in het dorp of in zo'n gemeenschap. Wat zal het nieuwe normaal zijn? Gaan we ook nog daarop letten dat je zoveel als mogelijk mensen bij elkaar hebt? En denk eraan, het binnenland is geen gesloten gebied. Nee. Wanneer mensen overlijden, komen mensen van heinde en verre, van Frans Guyana, van noem maar op. Mensen komen, want het is familie, het is vriend enzovoort of vriendin. Dus mensen komen erop af. Wat zal het nieuwe normaal zijn? Kan medicijnen niet alleen bepalen? Zo, wat mooi zijn, we moeten met z'n allen bepalen, het traditioneel gezag de bevolking van, hey, bij overleden, wat gaan we doen? Hoe gaan we nu om met de mensen die bij ons overleden? Gaan we nog 2-3 weken wachten voordat we de persoon begraven? Wie zullen worden uitgenodigd? Ja. Hoe gaan we de rituelen doen? Rekening houden met social distance. Wat gaan we nou precies doen? Dus het nieuwe normaal is niet zo makkelijk. Nee, dus het is nog lang niet afgelopen eigenlijk. Nog lang niet. Oké. We hadden ook in ons vorige gesprek gesproken over het traditioneel gezag. En u heeft aangegeven dat het heel goed werkt tussen de medische zending en het traditioneel gezag. Is dat nog zo? Want de mensen moeten zich aan de regels blijven houden. Mm-hmm.
Het is niet dat het voor 2 of 3 weken maar is. Is het contact nog goed? Ja, er is altijd een goed contact met het traditioneel gezag. Maar denk eraan, en ik blijf het zeggen, het geldt niet alleen voor het binnenland. Wanneer we praten over gedragsverandering, heeft het niet alleen te maken met de samenwerking en de verstandhouding die er is tussen informatieverstrekker en informatieontvanger. Dat is slechts een begin, dat is een voorwaarde. Maar uiteindelijk, wanneer je praat over gedragsverandering, dan moet je bewerkstelligen dat de boodschap die gegeven wordt inderdaad leidt tot gedragsverandering. En dat gebeurt niet bij het traditioneel gezag alleen. Het traditioneel gezag is een kanaal. Maar gedragsverandering, ook in de stad hier. Ik noem gisteravond, was iedereen in hoera-stemming. De winkels waren tot 8 uur, dus bepaalde winkels waren gewoon tot over 8 uur open. Mensen stonden voor de winkels, geen rekening houden met social distance. Bier drinken, lekker gezellig. Is dat het nieuwe normaal van ons? Dus ook voor het binnenland geldt dit. Gaan we samen met het traditioneel gezag, nu de band beter is en goed is, gaan we nu samen zitten om te praten? Gaan we nu samen inderdaad het nieuwe normaal gaan bediscussiëren? Mm-hmm. Want nogmaals, er is een goede samenwerking, zeg ik, met het traditioneel gezag, maar het moet van beide kanten komen van willen we samen discussiëren om samen te bepalen, zodat we naar onze gemeenschappen toe een nieuwe normaal kunnen introduceren. En dan vergt het dan weer tijd om dit nieuwe normaal in te masseren. Ja. Maar nogmaals, het is niet makkelijk om te doen aan gedragsverandering. Maar ik ben blij dat partijen toch wel willing zijn om te gaan discussiëren. En ik ben zelf in de stad, we werken in het binnenland, ik ben in de stad. En ik kijk wat er hier gebeurt. Het is niet vreemd van wat er in het binnenland gebeurt. Dus als land moeten we inderdaad de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. En uiteindelijk kan de medische zending en het traditionele gezag zitten en een nieuwe normaal bepalen. Maar wat is de individuele verantwoordelijkheid van de Surinamer? Wat is de individuele verantwoordelijkheid van de binnenlandbewoner? Wat willen we precies? Willen we Suriname vrij houden? En dit is maar COVID. COVID komt en het blijft. Maar vlak hierna zal er wel een andere dreiging zijn. Wat wordt het? Wat willen we precies? Willen we inderdaad ons gedrag aanpassen aan de situaties die gecreëerd gaan worden? Of willen we gewoon blijven op de status quo en zo door blijven leven? We moeten inderdaad zitten en nadenken over onszelf. Wat wil ik? En niet kijken naar wat wil de overheid, wat wil de medische zending, wat wil die, wat wil ik voor mezelf? Welke garantie wil ik mezelf geven dat ik lang leef op aarde en gezond? Toch? En dan moet je besluiten nemen, als mens. Sowieso. Voor jezelf, niet sowieso. Voor anderen, voor jezelf. Goed, directeur, we hadden dit gesprek niet mooier kunnen afsluiten dan wat wil ik voor mezelf. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen dat u voor de 2e keer ons van informatie heeft willen voorzien als het gaat om de medische zending in het binnenland. Dank u wel. Alsjeblieft. Kijkers, we hebben het gehoord van de directeur van de medische zending, de heer Herman Jinti. Voor hem hebben we ook Melvin Bova gehad, ondervoorzitter van de Nationale Assemblée. We hebben het gehad vandaag voor het live programma Actua. Morgen zijn we er weer met een andere live uitzending. Vergeet u niet, vandaag om 4 uur tijdens de persconferentie zal minister Hoefdraad van Financiën ingaan op COVID-19 noodfonds. Als u straks aan tafel gaat smakelijk eten, als u gaat schaften, ook smakelijk eten. Zo niet, succes met het koken. Tot morgen. Dag.